Goedenavond, beste kijkers. Namens Pakhuis de Zwijger heet ik u van harte welkom bij de mentale decolonisatie Nederland en Indonesië. Deze livecast maakt deel uit van de reeks Emancipating History, waarin we geschiedenissen belichten en daarin kritische stemmen uitlichten van emancipatie en protestbewegingen. Mijn naam is Fitria Jelita, de moderator van vanavond. Vanavond zullen wij ons richten op het koloniale verleden van Nederland in het huidige Indonesië. Wat is de doorwerking van 350 jaar kolonisatie en onderdrukking op de geest en binnen gemeenschappen in Nederland die in Indonesië zijn ontstaan? Is er in het publieke debat genoeg ruimte en aandacht voor de kolonisatie, maar ook om te reflecteren op de gevolgen van kolonisatie op het heden? Waarom is decolonisatie, maar ook mentale decolonisatie, zo belangrijk? En hoe kun je koloniaal gedachtegoed herkennen om te kunnen decoloniseren? Daarover en meer gaan wij vanavond in gesprek met een panel van sprekers en ervaringsdeskundigen die actief zijn binnen de verschillende diaspora in Nederland en zijn oorsprong vinden in het huidige Indonesië. Een van onze sprekers is de Molux-Nederlandse Sam Pormes. Sam is oud-raadslid in Assen en oud-Eerste Kamerlid van GroenLinks. Nu is hij voorzitter van de Indonesische diaspora-organisatie Maluku en Maluku Utara. Verder gaan we in gesprek met Asri Prasadani, onderwijsprofessional met expertise in religie en levensbeschouwing. Als Indonesische Nederlander zet Asri zich graag in om het Indonesische perspectief te belichten en daarin ook de kritiek mee te nemen op Nederland, maar ook op Indonesië. En verder gaan we in gesprek met Christa Noella, oprichter van Revolutionair Verbond en secretaris van de stichting Comité Nederlandse Ereschulden, KUKB. Een organisatie die de Nederlandse staat heeft aangeklaagd voor de mensenrechten schendingen in Indonesië ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in 1945 tot 1949. Christa groeide op binnen de Javaan-Surinaamse diaspora in Nederland, die nauw verbonden is met Indonesië. En tot slot gaan we in gesprek met Benjamin Katon. Hij is initiatiefnemer en organisator van de allereerste decoloniale India-herdenking in Amsterdam. Hij is ook co-oprichter van de non-profit wooncorporatie De Torteltuin en voorzitter afdelingsbestuur Amsterdam Centrum voor GroenLinks. En Benjamin groeide op in de Indische gemeenschap in Nederland. Welkom allen en ook de mensen in de zaal, van harte welkom. Ik zal even bij jou beginnen, Sam. Ja. Vlak na het einde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd kwamen de eerste generatie Molukkers naar Nederland. Dat is inmiddels 70 jaar geleden. Sommige van deze mensen die naar Nederland zijn gekomen, die hebben zij aan zij gevochten met de Nederlanders om de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in te dammen. Maar sommigen hebben ook naast de Indonesiërs gevochten, sommige Molukkers. Wat waren de redenen van de Molukkers die hier naartoe zijn gekomen? Wat waren hun redenen om Indonesië te verlaten? Nou, dat ligt vrij complex. Kijk, wat men vaak in Nederland doet geloven is dat zij naar Nederland zijn gekomen vanwege het feit dat ze niet wenste te worden gedemobiliseerd in Indonesië. Mm-hmm. Dat is ten dele waar. Mm-hmm. Want als je kijkt om hoeveel mensen ging het. Het ging om bijna 7000 Molukse knielmilitairen. Mm-hmm. De grootste deel zijn daar afgevloeid en in dienst getreden van het Indonesische leger van toen. Ze hadden toen ook een speciale bataljon, bataljon Patimura. Die zijn toen ook naar de Molukken gegaan om de Molukken te bevrijden van de RMS. Mm-hmm. Dus het was ook het is niet alleen maar Molukkers tegen de rest. Nee, gewoon een groot deel van de Molukse groepen die hebben zich gewoon aangesloten bij Sukarno. Ja. Dan heb je de groep die naar Nederland zijn gekomen. Ook daar bestaat nog enige verwarring. Men doet geloven van nou, ze zijn allemaal op dienstbevel naar Nederland gekomen. Dat is ook waar. Maar men vergeet dat onderhandelingen toen, in 1950, waren twee comité's die hebben onderhandeld. Eén is naar Nederland gekomen, onder de naam Commissie Apono. En een ander deel is in Indonesië gebleven om de belangen daar te behartigen. Nou, de groep in Indonesië die hadden op een gegeven moment in november 1950 een deal met het Indonesische leger, maar ook met de overheid, dat al die mensen mochten terugkeren. Drie boten stonden klaar om terug te gaan naar de Molukken. Dat wordt nooit verteld hier. Nee. En toen hebben zij hun vrienden in Nederland een telegram gestuurd, van nou ja, stop maar met de onderhandeling in Nederland, we kunnen allemaal terug. Nou ja, daar heeft eigenlijk door de Ewout Trouwen, dat is een vrij conservatief rechtschristelijke Nederlandse groep, hè,
die eigenlijk kolonialisme in stand wensen te houden, die hebben dat voorkomen. Mm-hmm. En gezegd van, niet doen, et cetera. En de mensen in die tanksies, die wisten ook van niks. Hè? Dat is natuurlijk gelijkertijd een grote trauma. Ja. Mensen dachten inderdaad van, oh ja, we moeten naar Nederland voor een half jaar, dan komen we weer terug. Uh-huh. Dat werd hen beloofd. Ja. Maar hen is niet verteld, en dat wisten ze niet, dat ze wel terug konden gaan. Naar Indonesië? Ja. Hmm. Er is één boot in november 1950, die is teruggekeerd. Van 115 KNIL-militairen zijn gewoon teruggekeerd. En, naar Indonesië? Ja, naar Indonesië, geen probleem. En als je kijkt naar de rechtszaak die toen gevoerd is, waarbij toen de rechter heeft gezegd van, nou, ze mogen niet gedemobiliseerd worden in Indonesië, omdat zij, omdat zij mochten vrezen voor hun leven. Ja, dat is nooit bewaarheid geweest, weet je. Al die andere duizenden mensen die daar zijn gedemobiliseerd, is nooit wat mee gebeurd. Nee. Nou, je noemde net al ook iets heel belangrijks, namelijk de RMS, Republiek Maluku Selatan, Republiek Zuid-Molukken. Want vlak na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd was er dus ook een groep Molukkers die zich gewoon echt niet wilden voegen bij Indonesië. En werd ook de RMS, nou ja, de wens om RMS te stichten, werd uitgeroepen. En onlangs heb je een boek geschreven over de legitimiteit van de RMS. Ja. Kun jij daar iets over vertellen? Nee, kijk. Er bestaan nogal wat mythes over die hele RMS. Mm. De RMS is niet opgericht direct na de onafhankelijkheid van Indonesië, maar 5 jaar later. Okay. Dat had te maken met de deelstatenrepubliek. Mm-hmm. En kijk, de voorlopers, je moet even kijken naar de voorlopers, omdat men kwam op de gedachte om de RMS te stichten 3 dagen voor de proclamatie. Dus het heeft geen worteling, nog in de anti-koloniale beweging, nog in de anti-imperialistische beweging, maar het is een spontane actie geweest. Ja. De voorlopers waren wel 2 organisaties. Dat was de organisatie TWAPRO. Mm-hmm. En TWAPRO staat voor de 12e provincie. Mm-hmm. Dat was een organisatie van Manadoenese. Die vonden dat de christelijke delen moesten gewoon de 12e provincie worden van Nederland. En je had de Persatuan Timor Besar. Dat waren voornamelijk Molukkers. Die wilden graag dat ook de Molukken en Timor bij Nederland zou blijven. Ja, koloniale kun je het niet hebben natuurlijk, hè? En je ziet ook dat de oprichters van de RMS, ja, dat waren A, gelijkgestelden. Ja. B, hadden zij gewoon de Nederlandse nationaliteit. Mm-hmm. En waren volledig ondergedompeld in dat hele kolonialisme. Als je nagaat dat 3 dagen, tot slot, 3 dagen voor de proclamatie, werd een redevoering gehouden door een van de belangrijkste mensen, Manusama, later mm-hmm. president. En die verklaarde aan een massa van 6.000 mensen van, moet je luisteren, vrijheid, we zijn altijd vrij geweest. Kolonialisme heeft ons nooit onderdrukt. Nou ja, als je dat zegt, dan hoef je nauwelijks meer te verdedigen wat er mis is met die RMS. Ja, en in Nederland is natuurlijk ook nog een aanzienlijk groep Nederlandse Molukkers die achter RMS staan. Ja. En zelf sta je er anders in. Ja, men vergeet dat 1/3 mm-hmm. van de Molukse gemeenschap, dat is onderzoek gedaan in 1970, die hebben de Indonesische nationaliteit behouden. Ja. En dat was niet makkelijk. Mm-hmm. Want je moet je voorstellen, in de jaren 50, 60, toen verbleven wij in die woonorde. Ja, bij aankomst. Bij aankomst. Ja. En dan kreeg je berichten van, vanuit Indonesië en vanuit de vertegenwoordigers van Indonesië, was nog geen ambassade, mm-hmm. maar wel een vertegenwoordiging in Den Haag. Die schreef dan iedereen die met de internationale strijd, jullie moeten je melden, omdat er inmiddels een nieuwe wet is opgetreden. Namelijk dat als je in het buitenland woont, moet je naar de vertegenwoordiger gaan om je nationaliteit te verlengen. Nou, dat soort berichten kwamen nauwelijks binnen. Hè, dat werd dan tegengehouden, et cetera. Maar desondanks. Maar de nationaliteit van wat nu? De Indonesische nationaliteit? Ja, Indonesische nationaliteit. Okay. Dus 1/3 heeft toen nog steeds de Indonesische nationaliteit behouden. Ja. Dus dat is op zich al een bewijs van, nou ja, niet iedereen staat erachter. Bovendien zijn er in de jaren 50 zoveel keiharde conflicten geweest. Omdat op het moment dat je een andere mening hebt, of dat je zegt van, nee, goed, we staan er niet achter, dan werden meteen harde maatregelen genomen. Er werd ook geweld gebruikt. Er zijn ook conflicten geweest met dodelijke afloop. Ja. Omdat mensen zich daar niet naar wensen te schikken. Dus, maar men moet niet vergeten dat de geschiedenis van de Molukkers verteld wordt in Nederland, dat het gaat om de geschiedenis van een paar duizend mensen en niet over de geschiedenis van een paar miljoen. Dat is natuurlijk wel de nuance die je moet aanbrengen.
Ja, en dat is een nuance dat volgens jou ontbreekt op dit moment. Dat wordt volledig weggelaten vaak. Ja. Omdat natuurlijk, je hebt een dominante groep die ongelooflijk vaak gebruik maakt, laatste decennium natuurlijk, van social media. Hm. En die probeert, probeert van alles te vertellen. En ze houden zich niet aan de feiten. Het zijn vaak alternatieve feiten wat men produceert. Ja. En dan heb je een probleem. Ja, en alternatieve feiten, dat is wel heel belangrijk dat je dat nu benoemt. Want op dit moment zijn er mensen die vooral voor de RMS zijn, die zien Indonesië, omdat Indonesië gewoon zegt nog steeds, Molukken is nog steeds onderdeel van Indonesië. Indonesiërs worden door deze mensen gezien als de nieuwe onderdrukkers, de nieuwe bezetters. Ja. Dus 350 jaar lang aan koloniale onderdrukking van Nederland wordt rechtstreeks vergeleken met wat Indonesië nu op Zuid-Molukken doet. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, kijk, ik heb ontzettend vaak gezocht naar hoe ik dat nou kan definiëren, dat gedrag. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik gekomen van die mensen lijden aan een cognitieve dissonantie. Mm. En dat betekent dat je gelooft dat dit zwart is. En uiteindelijk komen er allerlei feiten naar boven van nee, het is niet zwart, het is blauw. En dan verzet je je tegen. Ja. Mm. En je verzet je zodanig dat je alle middelen inzet, weet je, om dat maar te ontkennen. En volgens mij leiden ze daaraan. Ja. En dat is natuurlijk een probleem. En anderzijds, kijk, mensen moeten niet vergeten, we zitten tegenwoordig met 71.000 mensen in Nederland. Mm-hmm. En mijn inschatting is dat 2/3 geassimileerd is. Mm-hmm. Dus dat moet je ook niet vergeten. Hè. Na 70 jaar zie je dat 4e generatie, 3e generatie volledig zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving. Maar ze zijn en blijven herkenbaar door hun achternaam. Ja. Kijk, het is ook typerend natuurlijk aan Molukkers. We weten, kunnen zien aan de achternaam waar je vandaan komt, uit welke dorp je vandaan komt, welke verbanden je hebt met wie en wie. Ja. En daardoor blijf je natuurlijk wel die identiteit behouden. Ja. Maar ja, kijk, in de jaren 60 en 70, toen de RMS werd gevierd in Den Haag, in de Houtershallen, ging het om 7000 mensen die er naartoe gingen. Op een bevolking van 30.000 toen. Ja. Nu zijn we met 71.000. En hoeveel mensen gaan er heen? 1500. Mm-hmm. Dus, nou ja, goed. Zelfs dat wordt ontkend, weet je. Zelfs, maar er zijn 1500 mensen, joh. Dat kun je niet zomaar ontkennen, weet je. Mm-hmm. Ja, nee, maar iedereen wil dat. Ja, goed. Kijk, ik woon in de grootste Molukse wijk. Mm-hmm. En vroeger was het zo van dat 90% hing de vlag uit. Mm-hmm. Tegenwoordig is het nog maar 1/3. Mm-hmm. Ja. Kijk, er zijn ontzettend veel indicatoren, weet je. Ja. Zou je dan zeggen dat dat ook een deel uitmaakt van het decolonisatieproces? Dat er maar slechts nu 1/3 de vlag. Ja, zeker. Ja. Kijk, het punt is van, ik begrijp het ook wel, hè. Kijk, die hele RMS en die vlag, dat heeft ook te maken met je culturele identiteit. Het heeft meer een culturele betekenis, hè, van dat je het gevoel van, ik hoor daarbij, hè, ik ben afzonderlijk. Ja. En eigenlijk zou, en je ziet dat steeds meer jongeren, mm-hmm, die zich daarvan bewust zijn, die nemen de Indonesische symbolen over. Lopen met de Indonesische vlag hier rond. Ja. En ik was laatst bij een paar jaar geleden voor de corona bij een overlijden van iemand. En je ziet ze allemaal met een verpeld, een Indonesische vlag. En dat zijn Molukse Nederlanders. Ja, absoluut. Wow. Dus je ziet, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze steeds vaker naar Indonesië gaan. En geconfronteerd worden met hun eigen familie. Die zeggen, ja, waar hebben jullie toch in godsnaam over? En weet je, en wat wordt opgeblazen is dat elke keer zie je vlaghijzers, weet je, op Ambon, die worden dan opgepakt, et cetera. Het zijn allemaal afkomstig uit één dorp. Kijk, we hebben 980 dorpen, traditionele dorpen, en 100 administratieve dorpen. Hè. Dat betekent dorpen die zijn ontstaan omdat mensen bij elkaar gaan wonen en zo, of vanuit transmigratie zijn, transmigratie lokaal heb je ook nog. Maar het gaat om 980 traditionele dorpen. En er zijn misschien 1-2 dorpen waar die vlaggen worden gehezen. Ik bedoel, waar hebben we het over? Ja. En wat zou, zeg maar, het decolonisatieproces van de Molukkers hier in Nederland kunnen helpen? Wat zou er aan bij kunnen dragen volgens jou? Dat is moeilijk, want kijk, je krijgt toch een verwatering. Dus ik maak me niet zo druk, weet je. Ik denk van, ja goed. Kijk, als ik heb 6 kleinkinderen. Mm-hmm. En nou ja, die afgelopen keer met 17 augustus, dus dan riep ze allemaal maar dekka. Weet je, dus ik maak me niet druk. Dat verwatert wel. Dat gaat wel weg. Maar
ik denk dat het echt een Nederlands probleem is. Hè. Je merkt ook hè, dat burgemeesters worden ermee lastiggevallen. En, je hebt de burgemeester in Groningen, die heeft toen gezegd, 70 jaar, precies. De vlag van de RMS gaat omhoog. En die zegt van, ja goed, dat doe ik voor die Molukkers. Ja, hoezo doe je dat voor Molukkers? Je doet het voor een bepaalde deel van de groep. Mm-hmm. Weet je? Dus het historisch besef bij Nederlandse bestuurders is ook weggezakt. En kijk, ik maak me erg zorgen over, er is onlangs in de Tweede Kamer, hè, in de commissie is afgesproken, nou, we willen graag aandacht besteden aan de Molukkers, 70 jaar verblijf. En D66 zegt, nou, laten we mensen uitnodigen. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik hoop dat ik ook word uitgenodigd om een verhaal te houden. Ja. Maar ik ben bang dat je een heel eenzijdig verhaal gaat krijgen. Ja. En met ontzettend veel alternatieve feiten. Ja. Maar goed, weet je, het punt is, er is heel weinig gepubliceerd door Molukkers over de geschiedenis. Mm-hmm. En nou ja, daarom denk ik, laat ik maar eens gaan schrijven. Ik heb een manuscript geschreven. Ik denk, nou ja, goed, dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik dan de eerste Molukker ben die een boek heeft geschreven over de RMS. Ja. En dat is nodig, omdat je die nieuwe generatie, die moet er natuurlijk ook kunnen lezen. Wat de andere kant is. Kijk, wij, toen ik in 1970, weet je, zat ik net de laatste klas van de MAVO. En toen brak Wassenaar uit, bezetting van de Indonesische ambassadeurswoning. En toen zeg ik, shit man, ja, god, je wordt erop aangesproken, je bent Molukker, je weet helemaal van niks. Mm-hmm. Dus je duikt de bibliotheek in. Maar het probleem is dat je uitsluitend literatuur tegenkwam van die Nederlandse koloniale figuren, weet je, Helvlieg, weet je, de oudste schout bij de nacht en nog meer van dat soort rechts-conservatieve mensen. Mm-hmm. Dus dan denk je, doordat je dat leest, denk je van shit, ja, nee, dat, dan ga je ook geloven dat het zo is. Ja. Pas veel later, op het moment dat je geconfronteerd wordt eind jaren 70 met andere literatuur en met derde wereldbeweging, ja, dan krijg je een omslag. Ja. Misschien dat ze die ook moeten maken. Ja. Mooi gezegd. Ja. Nou, dat valt alles even samen. Ik denk dat we hier nog heel veel over zouden kunnen spreken. Maar helaas zitten we wel echt aan de tijd gebonden. En dan moeten we gaan naar onze volgende spreker. Dankjewel, Sam. Asri Prasadani, onze Indonesisch-Nederlandse spreker hier. 350 jaar lang heeft Nederland Indonesië gekoloniseerd. Het gaat om de totstandkoming van de kolonie, dat werd omgedoopt tot Nederlands-Indië, waarin de oorspronkelijke Indonesische bevolkingsgroepen werden vermoord, onderdrukt en uitgebuit. Is er volgens jou in Nederland genoeg ruimte en aandacht voor de gevolgen van 350 jaar lang kolonisatie, maar dan de gevolgen daarvan op Indonesiërs en Indonesische Nederlanders? Volgens mij nog onvoldoende. Ik zeg altijd heel trots, ik ben Indonesisch. Mijn ouders zijn Indonesisch. Ik ben vaak in het land geweest. Ik ben opgegroeid met Indonesische cultuur en ik spreek de taal. Mm-hmm. Daarnaast ben ik Nederlands. Ik ben hier geboren in Amsterdam en ik heb hier mijn volledige schoolcarrière volbracht. Nou, waarom zeg ik dit zo expliciet? Mijn voorouders in Indonesië hebben niet diezelfde kansen gehad. Dus mijn moeder heeft ons altijd op het hart gedrukt van wees je bewust van de kansen die jij hier hebt. Nu jij als Indonesische Nederlander hier en onderwijs jezelf, ga leren, ga studeren. In 1942 was maar 6% van de Indonesische bevolking kon lezen en schrijven. Kun je nagaan hoe weinig dat is op zo'n grote bevolking, dat wij dus mijn voorouders letterlijk dom werden gehouden. Maar 1942, dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Nee, en dat heeft natuurlijk ook nog doorwerking op het huidige Indonesië. Precies, ja zeker. Dus ik heb dus hier op school gezeten en onvoldoende aandacht wat mij betreft, of onvoldoende überhaupt kennis die daar, wat er in de geschiedenisboeken staat, wat wij tijdens geschiedenis hebben geleerd op de middelbare school. Ja. En als we het nu hebben over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, in het bijzonder, hoe werd dat dan afgeschilderd in de geschiedenisboeken? Ja, nou ja, laten we even de context schetsen. Hè. Het is 1945, einde van de Tweede Wereldoorlog. De Nederlanders zijn bevrijd van de Duitse bezetters. In datzelfde jaar, op 17 augustus, werd de Indonesische staat uitgeroepen. De onafhankelijkheid werd uitgeroepen door Sukarno. Of dat nou wordt erkend door Nederland of niet, hè, dat is gebeurd. Een eilandengroep bestaande uit meer dan 18.000 eilanden van het meest westelijke tot oostelijke punt, van Sabang tot aan Merauke.
meer dan 5000 kilometer, hè, zit daartussen. Dat werd één geheel. Het werd een staat met één nationale taal. Dat is nogal wat. Na 350 jaar lang onderdrukt te zijn. Tuurlijk gaat dat gepaard met heel veel geweld. Maar goed, dit is overigens niet het geweld waar onze koning excuses voor heeft aangeboden. Want hij heeft alleen excuses aangeboden voor het excessieve geweld. Dus niet voor het normale geweld. En zo vind ik dus dat die onafhankelijkheidsstrijd wordt geïllustreerd hier in de Nederlandse geschiedenisboeken of überhaupt dus voor ons. Hè. Vooral heel erg gewelddadig. Alsof die 350 jaar daarvoor niet gewelddadig waren. Dat zeg maar. Dus het is heel jammer dat, ja, toch in Nederland, het blijft moeilijk natuurlijk om je te associëren met de daderkant in plaats van met de slachtofferkant. En wat moeten we daarin veranderen volgens jou? Hoe kunnen we ze toch doen beseffen dat het geschiedenis meer is dan wat er wordt verteld? Ja, kennis in de eerste plaats natuurlijk heel belangrijk. Dus kennis van die geschiedenis, bewustwording. Maar ook wel vooral, denk ik, naar de toekomst blijven kijken. Dus daar vooral nu met deze jongere generatie, alle jonge mensen in Nederland die iets met Indonesië hebben, wat voor achtergrond ze ook hebben, dat we met deze kennis verder kunnen. Ja. Want in Nederland zijn er natuurlijk dus inderdaad veel verschillende Indonesische bevolkingsgroepen. Ja. Of tenminste bevolkingsgroepen die zijn oorsprong vinden in Indonesië. Zoals bijvoorbeeld de Molukse Nederlanders dus en Indonesische Nederlanders. Die zich gewoon hier in Nederland hebben gevestigd. Ja. En we hebben het net gewoon gehad over zeg maar Nederland en het beeld van Indonesië in Nederland. Maar hoe zit het in Indonesië? Wat is daar eigenlijk een vorm van geïnternaliseerd kolonialisme, om het maar zo te zeggen? Ja, ik zie dat helaas nog wel veel als ik in Indonesië ben. Een soort toch minderwaardigheidscomplex. Hè? Dat, ten opzichte van, als je kijkt naar dat toch nog steeds die witte huidskleur, hè, een schoonheidsideaal is. Dat vind ik heel erg jammer. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg jammer dat hoe bijvoorbeeld de annexatie van Oost-Timor en later ook Papua, hoe dat ook wel heel makkelijk werd aangenomen eigenlijk, hè, door Indonesiërs. Want ook daarin speelt weer racisme een hele grote rol. En dat is natuurlijk een van de wortels van kolonialisme. Dat is een racistisch en gewelddadig systeem. Ja. Maar dat is toch jammer dat dat dan zo gebeurt. Maar dat is wel dat is wat ik zie. Ja. Want het racisme en klassisme was eigenlijk gewoon inherent aan het koloniale systeem dat Nederland in het huidige Indonesië, en ik zeg hier trouwens bewust het huidige Indonesië en niet voormalig Nederlands-Indië, omdat we hier aan het decoloniseren zijn met z'n allen. Dus het huidige Indonesië. Ja. Nou, dat systeem, daarin is racisme en klassisme gewoon inherent. En je ziet gewoon nog steeds gewoon de gevolgen daarvan op de Indonesische bevolkingsgroepen in Indonesië. Ja. Even kijken, hoe kunnen we met meer kennis en ruimte voor het Indonesische perspectief, dan gaan we weer even terug naar Nederland. Hoe kunnen we met meer kennis en ruimte voor het Indonesische perspectief gaan decoloniseren hier in Nederland? Eigenlijk voordat we gaan decoloniseren is het ook wel heel erg belangrijk om even te stilstaan wat kolonisatie eigenlijk is, hè? Want ook dat vind ik dat in de geschiedenisboeken dat daar zo aan voorbij wordt gegaan. Er wordt gewoon verteld over, dit is wat de Nederlanders deden in Indonesië. Het werd gewoon gezien als hun eigen land. Het was onderdeel van het Nederlandse koninkrijk. Maar wat is kolonisatie nou echt in essentie? Ja, we hebben het er net over gehad. Het is racistisch. Het is ik denk dat we daar ook nog even voordat we gaan decoloniseren ook daar stil bij moeten staan. En het feit alleen al, wat was het? Dat het onderzoek laatst dat de meeste Nederlanders, de helft van de Nederlanders volgens mij trots is op de koloniale verleden. Hè? Dus er is niet eens een schaamte eigenlijk over dat kolonisatie. Klopt. Ja, als dat er al niet is, dan is het heel lastig om te decoloniseren, denk ik. Ja. Nou, het was dus een Brits opinieonderzoek inderdaad dat liet zien dat de helft wat je zegt is trots op het koloniale verleden en 6% vindt het om iets om voor te schamen. Ja. 6%. Nou, dat is echt heel weinig. Dus dat zou eerst veranderd moet worden volgens jou om te kunnen decoloniseren. Ja, denk ik wel. En voor de mensen in Indonesië, wat zou daar moeten veranderen om te kunnen decoloniseren? Opnieuw meer kennis, denk ik. Ja, er is echt, kijk, je moet je voorstellen, Indonesië had dus die onafhankelijkheid uitgeroepen. Hè? Kort daarna kwam Suharto aan de macht. Er gebeurde heel veel. Ik heb altijd het idee gehad dat Indonesië zich nog niet echt de kans heeft gehad om zich
te ontplooien tot het land dat het had kunnen zijn, zeg maar. We waren het eerste land na de Tweede Wereldoorlog dat de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Na Indonesië volgden andere gekoloniseerde landen. Maar door toch allerlei omstandigheden natuurlijk. Dat kan ik niet allemaal nu gaan uitleggen. is dat dus heel lastig om... ik vind het ook wel lastig omdat ik natuurlijk zelf niet in Indonesië woon. Dus ik kan niet voor hun spreken, maar... Ja, opnieuw onderwijs en kennis. Zo'n stichting als Historie Bersama, die zorgt dat Indonesische artikelen worden vertaald naar het Nederlands en naar het Engels. Zodat dat ook een groter publiek bereikt. Maar dus ook wat er bijvoorbeeld in Nederland wordt geschreven over Indonesië, dat dat ook naar het Indonesisch wordt vertaald. Dus om zo ook wederzijds begrip en meer van elkaar te leren. En dat vooral. Want ik heb hier mijn onderwijs genoten. En dat is dus een vrij natuurlijk een Nederlands perspectief. Dus ik weet ook niet zo goed wat mijn nichtjes en neefjes in Indonesië hebben, natuurlijk een heel ander perspectief. Ik bedoel, voor hun was die onafhankelijkheid, dat was een overwinning. Ja. En Indonesië was eindelijk vrij. Terwijl hier wordt het behandeld als een soort, een trauma, een verlies. Ja, Indië verloren, weet je. Dus dat is gewoon een heel groot verschil. Dus daarin moeten we ook elkaar eigenlijk tegenkomen en samen daarover in gesprek gaan, denk ik. Ja, dankjewel Asri. Heel mooi verwoord. Dan ga ik nu naar mijn volgende spreker hier, Christa Noella. Met een heel bijzonder verhaal. Als iemand die binnen de Javaan-Surinaamse diaspora is opgegroeid. Want de Javanen die vormden één van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van het huidige Indonesië. En in 1890 had Nederland een groep Javanen verscheept naar Suriname. Om daar als dwangarbeiders te werken. En slechts een klein deel van deze groep Javanen is het uiteindelijk gelukt om naar Indonesië terug te keren. Wat is volgens jou, Christa, een vorm van mentaal kolonialisme bij de Javaan-Surinaamse diaspora? Ja, voor ons is het zeg maar wel wat anders dan in Indonesië. Omdat Indonesië is in 1945 onafhankelijk geworden. En voor ons was het eigenlijk 30 jaar later. Dus de generatie van mijn ouders, die hebben nog onder het kolonialisme geleefd. Dus dat betekent ook dat het gesprek over kolonisatie en over heling begint bij ons dus ook later. En dat zie je ook dat echt het gesprek over mentale kolonisatie, dat is binnen onze gemeenschap niet echt aan de gang. Mm-hmm. En dat komt gewoon echt nog omdat... ik ben nu veel in gesprek ook met mijn familieleden... Over het kolonialisme, dat zij daar echt gewoon nog onder hebben geleefd. Mm-hmm. En ik merk dat ook door de vragen die ik stel, dat zij zoiets hebben van, hey, ik vraag me dat eigenlijk toch wel af. En het was altijd al gewoon zoiets van, het is gewoon overleven in die tijden en het is maar gewoon zo. En veel kritisch gaan we, daar is gewoon geen ruimte om er echt kritisch over na te denken. Dus bij ons begint het ook wel wat later. En een belangrijk deel ook is dat als je kijkt naar Suriname, ze zeggen altijd van het is zo een diverse, divers land van veel etniciteiten en zo. Hoe wij zijn opgegroeid. Was wel echt gescheiden in de etniciteit. Dus vooral als ik dan kijk naar mijn familie, hoe zij zijn opgegroeid. Zij werden echt op christelijke scholen werden zij gezet. Mm-hmm. Waar de Javaanse cultuur werd afgeleerd. Of nee, niet afgeleerd, gewoon afgestraft. Dus ze kregen gewoon letterlijk lijfstraffen als ze Surinaams spraken of Javaans spraken. Ze moesten Nederlands spreken. Mijn oom zei ook van, ik weet niet hoeveel zweepslagen ik heb gehad als ik geen Nederlands sprak. En dat is gewoon echt nog een generatie ouder dan mij. Die hebben echt nog onder het koloniaal regime geleefd. Ja. Waar het beoefenen van je eigen cultuur is traumatisch gemaakt. Dus de mentale kolonisatie binnen onze gemeenschap. En vooral dan bij mij en de familie. Want zijn veel, het christendom heeft wel veel effect op ons gehad. Ja, dat is voor ons nogal, de heling begint bij ons laat. Ja. Maar ik hoor nu ook aan jouw verhaal dat het echt heel veel is to unpack, zeg maar. Er is nog heel veel dat nog niet bekend is. Ja. Want ook als we zeg maar in Nederland het hebben over Suriname, de kolonie in de West, dat het dan vaker gaat over slavernij. Ja. Maar wat is er eigenlijk bekend over de Javaan-Surinaamse diaspora in de geschiedenisboeken?
In de boeken? Yeah. Ja, niks. Niemand weet hier vanaf. Nee, het gaat alleen over de transatlantische slavernij eigenlijk. En, maar ook wanneer het daarover gaat, dan gaat het vaak gewoon alleen over de slavernij. Niet alsof het zeg maar onderdeel is van kolonialisme. Dus het gaat eigenlijk nooit echt over kolonialisme. En ja, dat zie je ook met contractarbeid. Er wordt... het werk was eigenlijk hetzelfde en de lijfstraffen waren hetzelfde. Dehumanisatie is natuurlijk wel anders met de contractarbeid. Maar de slavernij was afgeschaft. En dus de Nederlanders moesten iets nieuws gaan verzinnen om toch nog hun geld te kunnen roven. Ja. En dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben toen het contractarbeid hebben ze genoemd. Ze hebben het vrije migratie hebben ze genoemd. Ze hebben... De Hindustanen en de Javanen en de Chinezen hebben ze betaald. Maar ook omdat ze werden betaald, dat was eigenlijk... Die betaling was om de wet te omzeilen. Want slavernij was afgeschaft. Natuurlijk, je moet ze gaan betalen. Maar natuurlijk hele lage lonen was dat. Maar dat was niet omdat om hun een contract aan te bieden... en hun rechten te geven en hun mogelijkheden te geven. Nee, het was eigenlijk... het slavernijsysteem heeft gewoon een update gekregen. Zolang het maar goed uitzag aan de voorkant. Zeg ja, maar. Zolang het legaal was, zeg maar. Ja. Ja. En jij bent nu de secretaris van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden, KUKB. Ja. Onder leiding van voorzitter Jeffrey Pondaag. De stichting spant rechtszaken aan tegen de Nederlandse staat. Met name voor het geweld dat op de Indonesische bevolking werd gepleegd door Nederlandse militairen in 1945 en 1949. Ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Wat is de volgende stap voor KUKB na het aanspannen van deze rechtszaken? Nou ja, wat moet het ertoe leiden? Waar het toe moet leiden is... We zijn sowieso zijn we nog op zoek naar een advocaat. Want een advocaat die is ermee gestopt. Dus zoals iemand wat weet en zo. We hebben een advocaat nodig. Goed om te noemen. Ja. Belangrijke strijd dat doorgevoerd moet worden. Ja. En de advocaat is ermee gestopt omdat... het werd echt geïsoleerd naar een oorlog. Dus het hele koloniale systeem werd niet benoemd. Ze weigerden het om het te benoemen. En als je het weigert te benoemen, hoe kunnen we dan erover hebben dat kolonialisme illegaal was? Dus dat is eigenlijk waar KUKB voor strijdt. Dat is herstelbetalingen en ook om kolonialisme als illegaal te bestempelen. Alleen als kolonialisme... Als illegaal bestempeld kan worden, dan komen we tot herstelbetalingen. Dus dat is, Maar het blijkt niet een makkelijke strijd, hè, om kolonialisme hier in Nederland als illegaal te bestempelen. Nee, zeker niet. En dat is ook omdat bijvoorbeeld de voorzitter Jeffrey Pondaag, die is vandaag naar NMH gegaan. Heeft een namenlijst van ongeveer 830 slachtoffers heeft hij opgehaald. Indonesische slachtoffers. Ja, die dan geëxecuteerd zijn door het Nederlands leger, door het KNIL. En, maar dat is hoe het werkt. Nederlanders zijn gewoon zo arrogant dat ze hebben de informatie, hebben ze. Ze hebben de informatie, hebben altijd alles gedocumenteerd. Ook gewoon, dat is ook een soort van arrogantie ook. Maar ze doen er verder niks mee. En dat zie je wel zeg maar, met de Tweede Wereldoorlog, met de Joden en zo. Dan gaan ze er wel nog achteraan. Maar wanneer het over kolonialisme gaat, dan gaan ze er niet achterna. En dan wordt er gezegd van, ja, het is een onderzoeksinstituut. Zij verzamelen informatie en dan moet een andere partij moet daar dan wat mee gaan doen. Dus die andere partij is dan eigenlijk Stichting KUKB. Maar wij worden helemaal weggemaakt door instituten, door journalisten, ook binnen activistenbewegingen. En eigenlijk deze hele panelgesprek was ook een idee van Jeffrey Pond. Alleen hij mocht ook niet aanwezig zijn. Dus dat blijkt ook maar gewoon weer van... Als we het gewoon echt willen aanpakken... dan moet de strijd van KUKB moet niet weggemaakt worden. Dat, ja. Ja, en het feit dat eigenlijk die rechtszaken... kolonialisme ook op de kaart heeft gezet en naar ja, zeker. Door de rechtszaak van KUKB hebben wij deze analyses kunnen maken. En is er ook de weg vrijgemaakt om het hier ook überhaupt over te hebben. Ja. De informatie is omhoog gebracht. En dat, daarom, Jeffrey Pondaag is echt een voorvechter ook. Wat betreft de geschiedenis en de bekendmaking van het koloniale verleden. Dus ja.
Ja. En hoe heeft deze strijd, hè, om kolonialisme illegaal te maken, om dat aan te tonen, hoe houdt het zich verband met de Surinaams-Javaanse diaspora? Nou ja, wij zijn gewoon Indonesiërs. En toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, kregen de mensen die in Indonesië waren geboren tijdens de koloniale bezetting, kregen ze de keuze om zich bij Nederland te voegen of bij Indonesië. En ja, de Indische gemeenschappen hebben toen ervoor gekozen om bij Nederland te voegen. En, maar die keuze ging ook zo ver naar Zuid-Amerika voor de Javanen in Suriname. Wij kregen zeg maar ook de keuze, als je in Indonesië was geboren, kregen we ook de keuze van voeg je bij Nederland of voeg je bij Indonesië toe. En mijn familie heeft er toen voor gekozen om zich bij Indonesië aan te sluiten. Dus wij zijn niet zeg maar een apart groepje of zo. Wij zijn ook gewoon Indonesiërs en wij verlangen nog steeds om terug te gaan naar waar we vandaan komen. Ja. En als we een advocaat vinden, dan hopelijk kunnen we dan ook de staat aanklagen voor wat de Javaanse Surinamers hebben aangedaan. Ja. Heel mooi dat je dat vertelt, hè? Dat jullie gewoon bewust de Indonesische nationaliteit hebben omarmd. Ja. Hoe kijken Indonesiërs eigenlijk aan tegen het verhaal van de Javaanse Surinaamse diaspora? Is er sprake van acceptatie of eerder uitsluiting en vervreemding? Nee, er is geen vervreemding. Ja, kijk, de Javanen in Nederland zijn natuurlijk dan Europees. Dus als je dan naar Indonesië gaat, dan zien ze wel van oké, ja, je komt uit Europa. Maar het is wel iets anders dan de Indische gemeenschap. Die worden er nog wel echt op aangekeken, wat ik heb ervaren. Maar wat betreft de Javanen Suriname, ze kennen de geschiedenis. Ze kennen wel echt veel beter dan hoe ik het hier in Nederland heb meegemaakt, hoe ze de geschiedenis kennen. Ja. En het is gewoon, er wordt gewoon letterlijk gezegd van, oh wauw, wat heftig. En welkom thuis, welkom terug. Dus ja, er is gewoon geen vervreemding. Dat is gewoon die eenheid in diversiteit, wat zo belangrijk was tegen het kolonialisme. Als je bijvoorbeeld kijkt van wat er met India is gebeurd, hoe dat is opgedeeld met Pakistan. Bijvoorbeeld, dat heeft gewoon zoveel doden veroorzaakt. En daarom, dat merk je wel, dat het nu nog steeds, dat die eenheid in verscheidenheid is gewoon nog steeds zo sterk. Ja. En dat komt echt door de onafhankelijkheidsstrijd ook. Dus ja, we zijn er gewoon zeker wel aan verbonden. Ja, mooi. Dankjewel, Christa, voor je inzichten en voor je kennis. Nou, we hadden net al een beetje over de Indische gemeenschap en daar ga ik het over hebben met Benjamin. De Indische gemeenschap in Nederland. Nou, tijdens de koloniale bezetting van Nederland in Indonesië werden delen van de archipel door Nederland omgedoopt tot Nederlands-Indië. En daar richtte Nederland dus, zoals we al eerder zeiden, een apartheidssysteem op, waarin inheemse bevolkingsgroepen, de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Indonesië, ze hadden geen rechten. En dit maakte deel uit van een verdeel- en heersstrategie van Nederland om verschillende bevolkingsgroepen ook tegen elkaar uit te spelen. En een groot deel van de inheemse bevolkingsgroepen in het huidige Indonesië leefde ook in armoede. En de laagste sociale klasse behoorden ze toe. En wat Astrid net ook al aangaf, ze hadden geen toegang tot onderwijs. Ze werden dom gehouden. En slechts een klein deel van de inheemse bevolking kreeg wel rechten wanneer zij zich nuttig konden bewijzen tegenover de koloniale bezetter. Zichzelf omhoog wisten te werken in de sociale klasse van het koloniale systeem. En dat waren onder andere de Indische mensen in het huidige Indonesië. En zij voelden zich daardoor dus nauw verbonden met de Nederlandse koloniale bezetter. En net als sommige Molukkers vochten ook sommige Indische mensen in het Koninklijk Nederlands Indische leger tegen Indonesiërs. Veel mensen hier in Nederland weten vaak nog niet wat het verschil is tussen Indonesisch en Indisch. Wat zou je tegen ze zeggen om het uit te leggen? Dan zou ik als eerst benadrukken dat dat komt van een heel koloniaal systeem, zoals jij dat ook mooi zegt. Een kastensysteem waar ik echt helemaal niet achter sta. Daarom heb ik ook op de site staan, daar had het gisteren ook nog over, dat ik ook, het liefst zeg ik ook, ik ben Indisch, maar ik zeg ook heel graag, ik ben Indonesisch-Europees. Want mijn grootouders, die noemden zichzelf Indisch, maar het is heel goed om te beseffen dat dat dus komt van een koloniale historische context. Ja. En het is ook goed om te beseffen dat dat Indische, dat bestaat uit Indonesisch en Europees. Dus dat is Samenvoeging Indonesisch-Europees, dat je jezelf nu
liever mee associeert. Ja, of het is in ieder geval, daarom wil ik ze graag allebei benoemen, omdat het is dat daar zit een schrijnend spanningsveld van. Ja. Ik vind het heel belangrijk om te benoemen dat het een koloniaal geschiedenis heeft, maar ik wil ook niet ontkennen van het verleden dat toen de, zoals je het mooi zei, Christa, toen de Japanners binnenvielen, toen kreeg iedereen de keus om zich te naturaliseren tot Indonesiër. Mm-hmm. Maar ik snap ook heel goed dat Indische mensen niet hun Europese identiteit wilden ontkennen en hebben gekozen om zichzelf Indisch te noemen, ook omdat ze waren opgegroeid als Indisch iemand. Hun hele omgeving, hele sociale context was Indisch. Ja. En dat was ook helemaal geen makkelijke keuze. Daar hebben ze ook voor in Jappenkampen gezeten. Ja. En die beide pijnen, die moeten erkend worden. En die spelen allebei mee. Dus ik noem me graag allebei. Ja, onder ogen moet worden gezien. En we hebben net inderdaad gehad over Japan. Japan viel het huidige Indonesië binnen 1942. En de Nederlandse koloniale machthebbers gaven zich toen over. Onder het Japanse bewind werden alle mensen in het huidige Indonesië die sympathiseerden met Nederland in interneringskampen geplaatst. Maakte jouw grootouders er ook deel van uit? Hele goede vraag. Het is hartstikke moeilijk om, om bij je... of het Indisch zwijgen is sterk, ook in mijn familie. Mm-hmm. Ik heb wel delen meegekregen. Ik weet dat ze in ieder geval altijd op de vlucht waren om niet in zo'n kamp te zitten. Ik weet dat aan mijn moederskant de familie wel in een Jappenkamp heeft gezeten. En volgens mij heeft aan mijn vaderskant hebben ze dat weten te ontwijken. Maar er waren wel sprake van dat mensen troostmeisjes waren of andere hele nare gebeurtenissen. Ja. Eigenlijk, ja. En jij hebt dus wel de allereerste decoloniale Indië-herdenking georganiseerd. Wat leidde jou ertoe? Wat inspireerde je om deze herdenking te organiseren? Daar moet ik sowieso bij zeggen dat Nusantara ook een decoloniale Indië-herdenking heeft. Of die noemt dat anders, maar die heeft in ieder geval een evenement waarbij ze dat ook herdenken, maar dan bij de Noordzee. Dus niet in Amsterdam. Mm-hmm. En goed belangrijk. Te noemen, inderdaad. Ja, ik wil dan ook zeker credits geven, want hoe meer herdenking, hoe beter natuurlijk. Mm-hmm. Maar waarom het voor mij, wat mij ertoe heeft geleid, is dat ik me enorm heb gefrustreerd elke Indië-herdenking, dat daar die Nederlandse vlag werd gehezen en het Wilhelmus werd gezongen. Ik vind hartstikke goed dat pijnen uit het Indische verleden, dus het nu, het hedendaagse Indonesië, dat die worden herdacht, omdat dat hele wezenlijke pijnen zijn. De Jappenkampen en troostmeisjes en alles erop en eraan. Ja. Maar het Indonesische verleden, dat wordt totaal niet verteld. En het is allemaal met elkaar verbonden. En ik geloof heel erg dat je de ene pijn kan erkennen en ook kan streven voor herstelbetalingen en kan streven voor excuses en meer onderwijs. Mm-hmm. En toch ook de andere pijn ook kan erkennen. Wordt deze pijn, deze Indische pijn, wordt dat niet erkend in Nederland door de Nederlandse gemeenschap? Nou, vooral de Indonesische pijn wordt niet erkend. Maar Indische wel? Ik heb het gevoel alsof de Indische pijn meer wordt erkend. Ja. Moet ik wel zeggen dat ik zit ook in een vrij witte bubbel. En het is echt, het frustreert mij soms wel hoe weinig mensen weten. En dat is niet hun schuld, want dat ligt echt aan hoe wij onze geschiedenis geleerd krijgen. Maar mensen weten niet van het Indische geschiedenis als je niet daar banden mee hebt in je familie. Dat is me wel opgevallen. Ja, ja. Even kijken. Nou, in Nederland maken veel Indische mensen ook best wel graag duidelijk dat ze Indisch zijn. Ik hoor ook mensen die zeg maar heel erg bezig zijn met identiteitsvorming en het behoud van de Indische cultuur. Wat is daarin een geïnternaliseerd vorm van kolonialisme volgens jou? Ja, hele goede vraag. Ik heb het idee dat mensen die Indisch waren in hedendaags Indonesië, toen de Japanners binnenvielen en dus hebben gekozen voor, ondanks alle nagelen die hun te wachten stonden in de Tweede Wereldoorlog, toch hebben gekozen voor die Indische identiteit, omdat dat hun sociale context was en omdat ze dus hun Europese identiteit niet wilden verloochenen. Ja. Die hebben in Jappenkampen gezeten en zijn daarna naar Nederland verhuisd omdat het niet meer veilig was in Indonesië, 1945, Indonesië. En die hebben hun hele leven eigenlijk gestreden om erkenning te krijgen dat ze echt Nederlands genoeg waren. Want ze hebben voor een Nederlandse identiteit, namelijk in de Jappenkamp gezeten. En die erkenning hebben ze weinig gekregen. Daarnaast zijn ze natuurlijk opgevoed in een koloniaal systeem. Een verschrikkelijk, verschrikkelijk koloniaal systeem dat
echt niet ontkend moet worden hoe naar dat is. En dat Indische mensen boven andere groeperingen stonden. Dat is verschrikkelijk. Ik kan er niet eens bij hoe naar dat is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het daar vandaan komt dat Indische mensen hier in Nederland zo vasthouden aan dat Indisch zijn. Yeah. Aan dat Nederlands zijn. Ik merk ook in mijn familie een verandering. Dat Indisch, dat vroeger werden we echt geleerd, we zijn niet Indonesisch, we zijn Indisch. Mm-hmm. En ik merk dat nu al verandert. Dat we echt erkennen van, ja, dat bestaat het Indonesisch en Nederlands en niet Indisch. Voordat je, zeg maar, Indisch was, waren de mensen gewoon, nou ja, ze maakten deel uit van de eilandengroepen die nu Indonesië zijn. Dus ze waren al Javanen, ze waren al mensen uit Sulawesi, ze waren al mensen uit Kalimantan. Ze hadden al, zeg maar, een inheemse identiteit. Ja. En voel je ook een vorm van schaamte binnen die gemeenschap om die inheemse identiteit te omarmen? Is daar sprake van? Schaamte voor mijn Indische identiteit dan? Nee, voor de Indonesische. Voor juist de inheemse. Dat je, zeg maar, niet alleen maar behoort tot de Nederlandse, maar ook gewoon tot... Oh, nee. Maar ik voel wel schaamte. 350 jaar kolonialisme. Mm-hmm. Dat zou gek zijn om daar niet voor te schamen. Ja. Zelfs al heb je er niks mee te maken. Ja. Dat is zoiets groots en naars. Ja. Dus ik schaam me dan eerder voor de mensheid dat heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Dan voor mijn Indonesische... Nee, ik heb nul schaamte over mijn Indonesische roots. Dat vind ik juist... Dat is mooi. Ja. Maar het verhaal bijvoorbeeld wat Christa had verteld, hè, dat haar oom in een school werd geplaatst waar hij zijn Javaanse identiteit niet mocht uitdrukken en dat hij daarvoor werd afgestraft. Was dat ook sprake bij Indische mensen? Ik heb dus wel vroeger aan de eettafel gehoord dat we Indisch zijn en niet Indonesisch. Mm-hmm. Mm. Ja, en dat komt natuurlijk ook voort uit die pijn van Indisch zijn. Ja. En wat is voor jou eigenlijk, nou ja, misschien een moeilijke vraag, maar de ultieme decoloniale mindset voor de Indische gemeenschap, wat is dat? Is het omarmen van het feit dat je ook Indonesisch bent? Ja, dat is inderdaad een deel ervan. Dus mm-hmm. inderdaad omarmen dat het bestaat uit Indonesisch en Europees. Mm-hmm. Dat is één deel. En heel belangrijk, denk ik, is dat je dus je eigen pijnen kan erkennen en ook voor herstelbetalingen kan zijn, ook voor excuses, ook voor het erkennen van de pijnen van Indonesiërs. Ja. We hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ja. We moeten samen verder, maar niet alleen dat, er zijn gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd en dat mag erkend worden, moet erkend worden. Ja. En die scheve verhoudingen ook ten opzichte van Nederlanders en Indonesiërs. Dat waren gewoon scheve verhoudingen. En dat moet ook benoemd worden. Ja, zeker. Dankjewel, Benjamin. Hm. Even kijken, we hebben nog wel wat tijd over, gelukkig. Ik heb nu nog wel een aantal vragen voor al onze sprekers hier. Omdat we nu heel veel kennis hebben gehoord en heel veel nieuwe inzichten ook. Om te decoloniseren moet je allereerst beseffen dat kolonisatie een grove misdaad is tegen de menselijkheid. En daardoor ook verwerpelijk. Zijn we het daarmee eens? Mm-hmm. Ja? Oké, dat is mooi. Maar is er volgens jullie dan ook voldoende besef in Nederland? Volgens mij was het antwoord nee, hoor ik van sommige hoeken. Maar hoe krijgen we dat besef aan de gang? Nou, dat is heel lastig natuurlijk, hè? Want enerzijds heb je te maken met politieke opvattingen. Kijk, wat er natuurlijk ook toe doet nu, is met de opmars, zeg maar, van het populisme. Die dat gewoon ontkent. Dat maakt het nog lastiger. Dat kolonialisme slecht is, die ontkent dat. Ja. Dat bewijst natuurlijk ook het Britse onderzoek, hè? Ja. Van dat 26%, vergeet het niet, die vindt eigenlijk dat het kolonialisme terug moet keren. Wow. Dat maakt het wel lastig, maar kijk, belangrijk is onderzoek. Als je kijkt dat Nederland is een van de weinige koloniale mogendheden die pas heel laat aandacht is gaan besteden aan hun koloniale geschiedenis. Mm-hmm. Dus hoe meer onderzoek over die periode, hoe beter. Want dat dringt dan. En als dat nou ook weer meer aandacht gaat krijgen binnen het onderwijs, dan is dat gewoon goed. Maar je moet heel wat hobbels en belemmeringen. Omdat, kijk, dat is ook een beetje inherent, denk ik, aan die Nederlandse cultuur. Van dat men heeft het altijd echt makkelijk door anderen te wijzen op misdaden en misvattingen, et cetera. Maar op het moment dat het gaat om een
ze hebben nauwelijks zelfreflectie, hè, op hun eigen geschiedenis. Ja. Dat is een beetje het probleem. Ja. En dus de slachtofferrol wordt sneller erkend dan de daderrol. Ja, ja, absoluut. Als je nagaat, ik weet nog... Ik ben in Nederland geboren, dus ik weet hoe het gaat. Toen ik op de lagere school zat, kregen we onderwijs. En elke dag werd dan voorgelezen uit het boek van K. Norell, de Engelandvaders. En dus elke dag werd je daarmee doodgegooid. Een soort ideologische aanpassing. En de kern daarvan is dat je naar huis ging en je zei van nou god, de hele Nederlandse bevolking behoorde tot het verzet. Weet je, pas veel later door onderzoeken bleek gewoon dat maar een fractie actief was in het verzet. Hmm. En dan merk je hoe lastig het is om ook nog een keer te gaan praten over 350 jaar kolonialisme. Ja. En natuurlijk is het niet zo dat 350 jaar kolonialisme betekent dat elke dag mensen worden uitgebuit. Maar het gaat om het onderdrukkingssysteem, hè, wat heeft gewerkt en wat het mogelijk heeft gemaakt om groepen tegen elkaar uit te spelen. Nederland heeft ontzettend subtiel gewerkt door ook religieuze groepen tegen elkaar uit te spelen. Door de een te bevoordelen en de andere niet. Christenen die kregen allemaal in hun dorp een basisschool, zeg maar, en moslim niet. En natuurlijk de grootste slachtoffer. Dat zijn toch wel, ik zeg het niet graag, maar het zijn toch de Indische gemeenschappen. Slachtoffer. Nee, zij zijn de dader. Nou goed, dat vind ik. Maar laat me even uitleggen. Nee. Zij hebben onderdrukt. Je kiest er niet voor om onderdrukt te worden, maar je kiest er wel voor om te onderdrukken. Dus ik zie hun echt niet als slachtoffer. Nee, maar het zijn daders. Het kolonialisme hebben ze in stand gehouden en ze hebben het uitgevoerd. Maar dader en slachtoffer wordt dan compleet omgedraaid. Als we niet het verschil weten tussen dader en slachtoffer, hoe kunnen we dan praten over wat goed of fout is? En kolonialisme. Ja, daar heb ik het niet over. Ik vond het wel mooi, want ik heb een boek gekocht, hè, de roman van Dido Michielsen. En zij schrijft daarin van... zegt van... Dit boek heb ik geschreven voor mijn moeder, voor mijn oma, voor mijn overgrootmoeder en alle moeders van wie wij de naam niet kennen. En dat is de kern. Want het grote misdaad van het kolonialisme is altijd, hè, niet alleen maar kolonialisme, maar elke oorlog, daarvan zijn vrouwen het slachtoffer. En ten tijde van het kolonialisme zijn vrouwen slachtoffers, ze zijn toegeëigend. Vanuit een ongelijke relatie. Ze zijn als huishoudster of babo of hoe je het ook noemen wil. Hebben kinderen gekregen. En de meeste van de Indische mensen weten niet wie hun overgrootmoeder is. Ja, maar dan is die vrouw toch slachtoffer. Niet per se dat degene die hiervan profiteren. Nee, die hiervan profiteren, ik heb het ook niet zijn daarover. Geen slachtoffer. Daar heb ik het ook niet over. Maar als je kijkt naar... Meer de totstandkoming van de Indische gemeenschap. Wat is de grootste misdaad van het Suharto-regime? Is niet alleen maar die 1 miljoen slachtoffers en moorden. Maar hij heeft de volledige maatschappelijke middenveld vermoord. En daardoor is het ook zo moeilijk, na 32 jaar dictatuur zonder middenveld, om een goede democratische samenleving op te bouwen. Dat duurt lang. Ja. Het heeft tijd nodig, omdat je die hele maatschappelijke middenveld moet opbouwen. Dat was ook gebeurd. Dat eigenlijk met kolonisatie heb je op meerdere niveaus. Zeg, met de onafhankelijkheid werd er op politiek niveau gedecoloniseerd. Dus echt die onafhankelijkheid. En daarna is het dus zaak om ook op economisch niveau te decoloniseren. Om een economisch gelijkwaardig stelsel in te voeren. Dat die decolonisatie. Maar dat is zeg maar met de coup van 65. Ja. Wat met 30 september, is vandaag ook 30 september toevallig. Ja, dat werd toen... Indonesië kwam eigenlijk toen weer in handen van het Westen. En daar moeten wij eigenlijk nog van herstellen. Ja, nee, klopt helemaal. Want kijk, was die staatsgreep er niet geweest, dan was er gewoon een hele evenwichtige opbouw. En was er ook veel meer ruimte om te decoloniseren op tal van gebieden. Ja. Suharto die is natuurlijk een aanhanger van het kapitalisme van het bovenste plank. Dus die gaat voor het grote geld. Hè. Niet voor niets is de IGI opgericht door het Westen om geld te geven aan Suharto. Ja. Waardoor die hele decolonisatie eigenlijk is gestopt. Ja. En sinds de wijziging en zeg maar de reformatie
wordt er wel pogingen ondernomen, hè, om dat weer op te pakken. Ja. Maar goed, economische groei blijft natuurlijk wel voorop staan. Ja. Nou, ik denk dat... Ja, we hebben het nu zeg maar over de decolonisatieperiode echt vlak na Sukarno en de staatsgreep. Dat is denk ik echt een hele andere livecast waard. Want dat is echt nog heel veel wat besproken moet worden daarin. Maar wat Christa net heel mooi zei, vond ik, is dat daderschap en slachtofferschap, dat... Dat is niet duidelijk. Dat is niet duidelijk. Nee, we weten nog niet eens wat het is. Staat dat in de weg van het zeg maar inzien dat kolonialisme slecht is? Ja, want als we niet eens weten wie de daders zijn en wie het slachtoffer. Van, ja, hoe kan je dan het hebben over wat goed en fout is? En hoe kan je dan hebben over kolonialisme? En ook, want je stelde de vraag toch van wat kunnen we doen en zo. Ik wilde daar nog aan toevoegen van... Kijk, er moet onderzoek gaan komen en mensen moeten gaan praten en zo. Maar het moet ook, mensen moeten ook gewoon goed weten dat... er zijn al mensen die al bezig zijn, die echt goed werk leveren. Maar zij worden uitgesloten, zij worden uitgewist. Dus dat is ook iets heel belangrijks. Er moet niet alleen maar meer bewegingen gaan opstaan... maar we moeten ook gewoon gaan stoppen om mensen uit te sluiten. Ja. Ik wil daar wel iets op aanhaken, want ik ben het echt helemaal mee eens... dat in de koloniale geschiedenis je duidelijk... je hebt dader en slachtoffer. Nederlands overheid en natuurlijk de Indonesiërs. Mm-hmm. En dat moet erkend worden. En zoals Christa ook weet, ben ik ook voor die excuses en voor herstelbetalingen en meer onderwijs, meer kennis erover. Maar wat er vaak ook bij inschiet, en ik heb het idee dat dat hier net ook gebeurde, maar dan wel op een andere manier, is dat betekent niet dat er geen erkenning mag zijn voor de pijnen van de Indische mensen. Nee, klopt. Maar dat is het eerst van... Kijk, die nuanceringen, die komen zeg maar later... wanneer het verhaal wordt verteld en gezet. En nu, die nuanceringen worden nu eigenlijk gebruikt... om Nederland niet meer als dader beelden. Ja. Maar je hebt ook een middenweg. Je kan ook alles benoemen. Je kan ook alles benoemen. Er zijn zeker wel grijze gebieden, want je hebt gewoon verschillende pijnen. En je hebt daders en slachtoffers. Ja. Daar zit geen grijs gebied in misschien. Ja. Maar je hebt wel grijze gebieden in de geschiedenis met al die verschillende verhalen. Je kan echt, je moet denk ik juist op een juiste manier decoloniseren. En alles vertellen. Want op het moment dat je eerst één pijn gaat verlichten... door de ander naar beneden te drukken, dan komt er weer een andere tegenbeweging die alleen maar polariserend werkt. Je moet het hele verhaal goed vertellen. Ja, het hele verhaal moet verteld worden dat het gewoon echt een keuze was om te onderdrukken. Dat moet verteld worden. Ja, en daarvoor moet je wat inleveren. Maar om dat inleveren dan als slachtofferschap neer te zetten van... ja, je moet wel wat inleveren om juist te kunnen profiteren. En dan moeten we niet zielig gaan lopen doen dat mensen wat hebben moeten inleveren. Dat is echt de ware nuancering en niet... Ja. Nou, het is niet helemaal waar natuurlijk. Hè. Kijk, hebben wel nog maar heel weinig tijd. Het is geen zwart-wit situatie. Hè. Kijk, heel veel mensen zijn misbruikt vanwege hun economische positie, vanwege de armoede, waardoor ze in een bepaalde richting zijn geduwd. Hè. En ik neem het ze ook niet kwalijk. Mm-hmm. Je kunt ook moeilijk boos worden op dat. Kijk, degene die verantwoordelijk is Nederland. Dat zijn de officieren. Dat zijn mensen die de opdracht geven om mensen uit te moorden. En je kunt ook niet zeggen van... al die miljoenen Duitse soldaten zijn daders. Ja. Daar maak je gewoon onderscheid in. Er zijn mensen die gewoon kanonnenvlees zijn. Mensen af en zo, hè? Gewoon onthoofden en alles. Dan kan je toch niet zeggen van ja, nee, dat maar zijn daar geen daders, zijn slachtoffers. Daar heb ik het ook niet over. Van, kijk, de grootste deel van de KNIL waren geen Molukkers. Dat waren Javanen. Ja, klopt. Menadonezen waren zelfs nog meer in aantal. 400 Menadonese militairen waren betrokken bij de staatsgreep in Pasundan. Ja. En 125 Molukkers. Maar er wordt altijd gefocust op die Molukkers. Ja. Maar er is onderscheid tussen de KST, de Korps Speciale Troepen... die echt misdaden hebben gepleegd. En mensen die in 48 tot de KNIL zijn getreden... Vanwege de armoede hebben ze gewoon geronseld. Dus mensen die geronseld zijn, is natuurlijk een ander soort... Ja. dan mensen die misdaden plegen. Ja. Die nuance moet je wel maken. Ja, dus het gaat om zeg maar, het aantonen van de nuancering... maar ook het helder krijgen van daderschap en slachtofferschap. Dan ga ik even kijken naar Astrid. Heb jij daar nog een aanvulling op? Na dit te hebben aangehoord? Ik ben echt alles nog een beetje aan het laten bezinken, heb ik gezegd.
Laatste aanvulling. Ja, ik vond het heel interessant wat ik eigenlijk wilde zeggen. Is, jij hebt dan heel duidelijk gehad van wij zijn Indisch. Terwijl ik heel duidelijk die opvoeding had van wij zijn Indonesisch. Dus het is eigenlijk heel erg raar dat verschil nog niet duidelijk is. Tenminste, dat Nederlanders dat niet weten. Hè? Dat verschil tussen Indisch en Indonesisch. Jouw verhalen over jouw oma, dat is heel anders dan de verhalen over mijn oma. Die bijvoorbeeld Nederlands sprak en daardoor heel veel aanzien had. Weet je wel? Dus dat... En ja, pijnen moet je niet vergelijken. Dat misschien laat wat ik nog wil zeggen. Mooie toevoeging. Heb jij nog... Ja, ik wil nog, toch nog één ding zeggen over het slachtofferdaderschap. Namelijk eigenlijk een kritiek op Christa's punt vanuit intersectionaliteit. Want wat ik heel erg hoor, wat je heel mooi zegt, pijnen moet je niet vergelijken. En je moet wel zeker, ik ben het helemaal met je eens, die verhoudingen duidelijk hebben van slachtoffer en dader. Maar het werkt denk ik niet zo dat je kan kijken naar degene die het meest pijn heeft en dat die alle ruimte moet krijgen. Nee. Maar dat wel wat het gaat je, niet zeg maar, om pijn. Het gaat gewoon om het koloniale systeem. Gewoon dat het gewoon fucked up was en dat we daar nog steeds onder lijden. Ja, maar dat betekent niet dat er geen ruimte mag zijn voor het erkennen van die Indische pijn. Dat is ook natuurlijk is daar ruimte voor. Maar dat neemt veel ruimte in. En dat is. Mensen denken letterlijk dat Indische mensen Indonesiërs zijn, namelijk. En dat. Lastig. Ja, ja. Ik denk dat zo een teken is van dat dit hele koloniale geschiedenis te weinig in het licht staat. Ja, denk ik ook. Nou, we hadden ook onszelf niet echt voorgehouden dat wij alles zouden gaan decoloniseren met deze livecast. Maar er is in ieder geval heel veel gezegd. En ik dank jullie hartelijk voor jullie kennis en inzichten dat nu is gedeeld. We zijn nu aan het einde gekomen van deze livecast. En ik wil onze sprekers nogmaals hartelijk danken voor jullie bijdrage deze avond. De kennis en inzichten die zijn gedeeld. Sam Pormes, Asri Prasadani, Christa Novella en Benjamin Katon. Dank jullie wel. En ook de kijkers hier in de zaal en thuis, bedankt voor het kijken. U kunt deze livecast binnenkort terugzien op YouTube en op de website van Pakhuis De Zwijger. En mocht u willen bijdragen aan de totstandkoming van de livecast, dan kunt u een donatie doen via dezwijger.nl/p. En op de website van Pakhuis De Zwijger vindt u overigens ook meer informatie over volg-events, zoals de volgende editie van Emancipating History op 28 oktober. En er is op dit moment ook een open call gaande voor de Week tegen Racisme, waarin Pakhuis De Zwijger programmavoorstellen aanneemt die u dan kunt indienen, ook via de website. Nogmaals, namens Pakhuis De Zwijger wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken en wens ik jullie een prettige avond.